Inspecteur Letitia Chapinas, hoofd van de tipunit van het Korps Politie Suriname, is uitgeroepen tot een van de 10 Trafficking in Person Tip Heroes van 2024. Pinas werd geselecteerd uit een groep van 50 genomineerden van over de hele wereld en is de enige genomineerde uit het Caribisch gebied. De ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Robert Foucher, benadrukte vandaag tijdens een speciaal evenement over mensenhandel dat deze prestigieuze prijs het innovatief leiderschap van Pinas erkent, wat heeft geresulteerd in opmerkelijke successen van haar unit in het afgelopen jaar. Haar toewijding en inzet in de strijd tegen mensenhandel hebben internationale erkenning gekregen. Het weerspiegelde ook het werk van de overige actoren bij de bestrijding van mensenhandel in Suriname, onder leiding van directeur B. Somai als voorzitter van de TIP Working Group. De buitengewone bijgelegging van procureur-generaal Garcia Paracin, die is net vertrokken. Oh, ze is nog hier. Oh, oké, sorry. In combinatie met de onvermoeibare inspanningen van de aanklagers bij de tipdesk van het Openbaar Ministerie, moeten in deze genoemde worden. Suriname bevindt zich in de ongelukkige omstandigheden dat er geen NGO's zijn die werken aan het bestrijden van mensenhandel. En voor dat reden hebben de leden van de tipunit en de tipdesk niet alleen de taak om zaken te onderzoeken en te vervolgen, ze zijn ook verantwoordelijk om het bewustzijn over mensenhandel te vergroten, het uitvoeren preventieactiviteiten en het verlenen van onderdak en diensten aan de slachtoffers van mensenhandel. Foucher haalde verder aan dat de resultaten van deze inspanningen in het afgelopen jaar hebben geleid tot een record aantal geïdentificeerde en voor vervolging voorgebrachte daders, evenals een record aantal geïdentificeerde slachtoffers aan wie onderdak en diensten zijn verleend. Er is samengewerkt met onder andere de International Office for Migration voor de verlening van diensten aan slachtoffers. Er is uitbreiding van omvang, capaciteit voor slachtoffers en ook er is verbeterde coördinatie tussen de verschillende actoren van slachtofferondersteuning door de Surinaamse overheid. Dankzij de prestaties van de tipunit en de tipdesk met ondersteuning van de overige actoren heeft Suriname voor het eerst tier 1 status gehaald in het tiprapport. De Amerikaanse ambassadeur benadrukte dat dit betekent dat Suriname voldoet aan de vereiste internationale minimumnormen in haar reactie op mensenhandel. Hij meent dat Suriname dit moet beschouwen als de fundering waarop er gebouwd moet worden.